We zijn hier bij de oude gasfabriek in Deventer. Een ontwerp uit 1910. En deze oude gasfabriek wordt omgetoverd tot een innovatiecentrum en bierbrouwerij. Welkom bij Bouwtotaal in de praktijk. Op het terrein staan het metergebouw, apparatengebouw en ketelhuis. En die worden compleet gerenoveerd door Van Norel Bouwgroep. De dakconstructie wordt aangepakt door PK-Dak en dat gebruikt daarbij Unilin dakelementen. Unilin heeft jarenlang ervaring met transformaties. Zo heeft het bedrijf de Westergasfabriek in Amsterdam getransformeerd. Elk gebouw is anders, elke transformatie is anders. Dus je komt ook verschillende dingen tegen. Ook tijdens de bouw zelfs, dat er nog wijzigingen soms plaats hebben. Om een element nog kort voor de levering nog te wijzigen, zelfs omdat je speciale dingen tegenkomt. Unilin kenmerkt zich door een zeer breed pakket in dakelementen. En we hebben eigenlijk voor elk project wel een oplossing. Bij dit project worden drie typen isolerende dakelementen toegepast, waaronder een PIR-renovatie-element dat aan de onderzijde is voorzien van een laag minerale wol, RenoPIR-Flex. De minerale wollaag zorgt ervoor dat daar waar oneffenheden zitten aan de buitenkant van het dakbeschot, die worden opgevuld met een laagje minerale wol. En de schuine aansluiting zorgt voor een hele goede waterafdichting. Bij het hoge dak van het ketelhuis moesten eerst asbestplaten worden verwijderd. Vervolgens zijn isolerende zelfdragende dakelementen met een witte zichtzijde aangebracht en een bijzondere langsaansluiting, de SWSK Univision. Wat Unilin heeft bedacht is eigenlijk een overlap van de onderste plaat die dus haaks op de sporen ligt en een overlapconstructie waardoor eigenlijk voor ons de voordelen zijn met de verwerking dat het hoeft niet meer afgekeurd te worden. Daarnaast heb je, is die gelijk waterdicht, want dit loopt mooi over elkaar heen, sluit elkaar perfect af, waardoor er veel minder risico is voor lekkage en ook even later voor het condensverhaal. En dat is voor ons echt een heel groot voordeel en een stuk risico in de verwerking minder wat betreft regen. Wie goed kijkt, ziet dat in het ketelhuis de dakelementen horizontaal zijn aangebracht op de stalen sporen die hard op hard 60 centimeter liggen. We leggen dus drie dakplaten boven elkaar. Daarna gaat er een lengte van een tangle overheen. En de tangle schroeven wij door de dakplaat met een parker door de staalconstructie heen. Okay. Daarna brengen wij de daklatten aan, of de panlatten aan. En van daaruit gaan wij, dus we creëren eigenlijk onze eigen ladder, zodat we steeds hoger kunnen. En per drie dakplaten gaan wij dan zo omhoog. En dat werkt deze dakplaat perfect. Toen algemeen uitvoerder Carlo van Marle van de Van Norel Bouwgroep voor het eerst door de gebouwen liep, moest hij wel even slikken. Nou, toen ik voor het eerst hier kwam op de boot, liep ik hier rond en denk ik, jongen, wat moet het allemaal nog worden? Hoe gaan we hier allemaal mee aan het werk? En dan begin je één keer, en vooral bij het metergebouw, het eerste gebouw, kom je binnen. Dan moet je allemaal maatvoeringen nemen voor de staalconstructie in verband met de verdiepingsvloer inkomen. En de staalconstructie die staat, de vloeren komen erop, je gaat storten, vloerwarming zit er nog in. Ja, dan zie je toch dat het echt wel mooi wordt. En dan denk ik, als we zover zijn dat de stijgers eromheen weggaan en zo, en binnenin de boel allemaal klaar is, ja, dat het toch straks heel erg mooi eruit ziet, het hele gebeuren.